Komt u maar even een stukje verder, meneer. Nou, zo'n beetje zo, denk ik, hè. Dat is wel mooi, toch? Wij waren nog bang dat je misschien in een t-shirtje zou komen, dus er hing je nog een jasje, dus... Ja, ik had een andere afspraak, maar ja. Dat weten wij, ja. Ja. Goedemorgen. Bij de vorige bezoekers kon ik iedereen een hand geven, dat lukt dus niet, dus ook goedemorgen aan u allen. Meneer Westdorp. Volgens mij is dat de eerste keer dat ik dat zo zeg, hè? Ja. Want volgens mij is het normaal gewoon Sander. Beste Sander, familie en vrienden. Ja, Sander, dat had je niet verwacht. Of misschien toch een klein vermoeden. Want de mensen om je heen hebben heel hard nagedacht over een goede smoes om je hier te krijgen. Ben ik goed verstaanbaar, ook achter in de zaal? Ja? Goed zo. Om je hier te krijgen. En dat valt niet mee, want een van je kwaliteiten is dat je je niet zo snel wat op de mouw laat spelden. Maar hoe ook zij, je bent er en dat is het allerbelangrijkste. Op een voor jou vertrouwde plek in je eigen dorp. Met de mensen om je heen die je lief zijn. Ik begrijp ook dat oma Westdorp, waar zit de oma Westdorp? Hier. Kijk eens, wat fijn dat u er ook bent. Betsy, heel bijzonder. En natuurlijk ook je naaste familie, heel erg fijn. Vrouw Jeannette, Michiel en Matthijs en iedereen die ik nu vergeten ben. Beste Sander, als collega bij de gemeente Tholen is het voor jou wellicht niet helemaal onbekend wat een burgemeester op een werkdag voor Koningsdag allemaal voor bezigheden heeft. Maar voor we daar eens aankomen, gaan we eerst eens even naar jouw lange staat van dienst. En die staat van dienst is op heel veel gebieden en terreinen. En ik ga even terug naar 1990, want vanaf dat jaar tot 2003 was je bestuurslid bij voetbalvereniging WHS. En in 1992 werd je voorzitter. En waar hield je je in die tijd allemaal mee bezig? Alleen dat is al een lijst. Je bewaakte de koers binnen de vereniging. Je hield je bezig met de PR van de vereniging. Je professionaliseerde het bestuur en de organisatie van de vereniging. Je droeg het sociale karakter uit van de vereniging en de waardering voor de vrijwilligers. En je zorgde voor een goede binding met de andere Stallandse verenigingen. En niet voor niets ben je, toen je stopte in 2003, benoemd tot lid van verdiensten. Vanaf 1998 tot 2001 voorzitter van het comité 525 jaar Sint-Anneland. En dat is een markant moment in de Sint-Annelandse en ook Toolse geschiedenis. Als voorzitter was je karttrekker van het project en heeft deze viering Sint-Anneland heel nadrukkelijk op de kaart gezet. Honderden vrijwilligers hebben hier een bijdrage aangeleverd en het is de basis geweest voor een verdere samenwerking in de jaren die volgden. En in 2000 ben je benoemd tot ereburger van Sint-Anneland. Een ludiek initiatief van een aantal inwoners die onder de indruk waren van jouw rol bij de organisatie van 525 jaar Sint-Anneland. Vanaf 2005 tot 2007 was je voorzitter van de stichting Createam Sint-Anneland. Hier werd het 75-jarig jubileum van WHS en het 125 jaar bestaan van de koninklijke fanfare Accelerando gecombineerd. Je was mede-initiatiefnemer om de krachten te bundelen en samen tot een nog sterkere viering van het individuele jubileum te komen. Onder de titel 200 jaar voetbal en muziek. Nog steeds wordt gesproken over deze bijzondere activiteiten. Deze viering heeft de lokale economie gestimuleerd en, nog belangrijker, mensen bij elkaar gebracht die tot op vandaag de dag nog steeds de vruchten van dat initiatief plukken. Het was een intensieve tijd die veel heeft gevraagd van de kwaliteiten als karttrekker en voorman. En je hebt op een onnavolgbare wijze die rol vervuld.
Vanaf 2009 tot 2010 zat je in de werkgroep Vrijheidsconcert. Deze werkgroep hield zich bezig met de viering van 65 jaar vrijheid, in 2010 was dat, in samenwerking met de beide basisscholen en diverse verenigingen uit Sint-Annaland. Samen met andere vrijwilligers heb je toen een heel waardig programma opgezet. Van 2011 tot 2012 was je mede-organisator van Inspire to Life, een samenwerkingsverband tussen bestuurders en inwoners van Oud-Vossemeer en Sint-Annaland. Deze samenwerking was gericht op de fundraising voor de strijd tegen kanker door het organiseren van culturele activiteiten met wel een hele serieuze boodschap of doel. In 2013 was je een van de initiators om de leefbaarheid in Sint-Annaland structureel en op een duurzame manier te verbeteren. Zo is in 2013 de werkgroep Sint-Annaland toekomstproof gestart. En dit heeft geresulteerd in de nu nog steeds bestaande en heel erg gewaardeerde zorgcoöperatie Anna Zorgt. En dat vond in 2015 plaats. Je was voorzitter van de werkgroep en die functie ben je verder gegaan binnen het bestuur van Anna Zorgt. En dat doe je met verve tot op de dag van vandaag. En we hopen natuurlijk nog lang. Je bent een ambassadeur van het begrip burgerinitiatief. En je hebt het verhaal van Anna Zorgt al heel vaak mogen vertellen aan tal van andere organisaties en personen die daar belangstelling voor hadden. En die belangstelling ging zover tot en met het Koninklijke Huis en de ambassadeur van Zweden toe. Met je voortrekkersrol ben je nog lang niet klaar en je blijft je energie steeds tonen die nodig is om een grote groep vrijwilligers dagelijks het beste uit zichzelf te laten halen. En je creativiteit zorgt steeds voor nieuwe invalshoeken en belangrijker nog, nieuwe initiatieven. Vanaf 2020 heb je je ingezet voor de totstandkoming van Kringloop Tweede Kans. Je was betrokken bij het voortraject. De oprichting en ook nu nog ben je als bestuurslid betrokken bij de algemene gang van zaken. Je hebt oog voor de menselijke kant van het project en je bestuurt op hoofdlijnen de zeer succesvolle kringloopwinkel, die een direct uitvloeisel is van je voorzitterschap van Anna Zorgt. Want het hoofddoel van de winkel is om geld te genereren voor al die andere mooie activiteiten van de zorgcoöperatie. Sinds 2020 maak je deel uit van het projectteam Heerlijkheid Havenzicht. Nou, en kijk eens waar we hier allemaal nu zo mooi kunnen verblijven. Je adviseert hierbij de eigenaar van dit complex bij de invulling van het bijzondere gebouw en het bijzondere concept. En nu staat 650 jaar Sint-Annaland voor de deur. En ook nu ben je weer betrokken en wel als adviseur voor het bestuur van dorpsgemeenschap Sint-Annaland en zet je je als mede-organisator in voor een feestelijk programma in 2025. Beste Sander, dat was best wel even een lange opsomming van je staat van dienst. Maar misschien nog veel belangrijker, wat zeggen anderen over jou? En dan ga ik citeren. Sander heeft zich van jongs af aan ontwikkeld tot een inspirator, verbinder, bruggenbouwer en karttrekker. Hij is creatief en altijd gericht op samenwerking. En dat is terug te zien in zijn professioneel werk en bovenal in zijn vrijwilligerswerk. Ook wordt gezegd, Sander is een no-nonsense mens, maar weet stijl en klasse te waarderen. Hij luistert en oordeelt niet snel. Hij probeert het beste uit mensen te halen door ze in hun kracht te zetten. Zijn omgangsvormen zijn amicaal en vriendschappelijk. Nou, daar kun je mee thuiskomen, hè? De meeste mensen moeten het doen met 24 uur per dag, maar jij moet een geheim hebben. Het is onvoorstelbaar hoe je dit allemaal doet, naast je werk als teamleider bij onze mooie gemeente. Maar een deel van het geheim is wellicht ook de steun van Jeanette en je naaste. Ik denk dat ook daar een stukje blijk van waardering op zijn plaats is. Want een groot deel van het vrijwilligingswerk vond plaats in de periode dat jullie samen een opgroeiend gezin hadden. En nu zal Sander, denk ik, nog ongetwijfeld regelmatig van huis zijn voor een van de organisaties die hij zo'n warm hart toedraagt.
En Sander, ik denk jij kunt je alleen zo inzetten voor het dorp, omdat jouw gezin, de mensen om wie je geven, jou ook daar de ruimte voor geven. Dus dank jullie wel. En dan kijk ik meteen ook even naar al die andere vrijwilligers hier in Sint-Anneland en in de zaal. Want vrijwilligerswerk, dat doe je nooit alleen. En daarom een oprecht dankjewel voor jullie allemaal. Ik heb vandaag een hele strakke planning en wij met een aantal mensen die hier ook aanwezig zijn. Dus ik ga het zo meteen samenvatten. Dan nog natuurlijk de felicitaties, maar het kan zijn dat ik er stiekem tussenuit piep om naar de volgende te gaan. Dus het is niet dat ik u niet netjes goeiedag wil zeggen. Of Sander, als er een hele lange rij staat om jou te feliciteren, dan weet je dat wij verder gaan. Maar wel oprecht heel veel waardering hebben voor wat jij allemaal gedaan hebt. Beste Sander, geachte meneer Westdorp, ik ga het overzicht wat je allemaal gedaan hebt voor onze gemeenschap, voor Sint-Anneland, samenvatten. Vanaf 1990 tot 2003 bestuurslid van voetbalvereniging WHS. Van 1998 tot 2001 voorzitter van het comité 525 jaar Sint-Anneland. Vanaf 2005 tot 2007 voorzitter van de stichting Createam Sint-Anneland. Van 2009 tot 2010 in de werkgroep Vrijheidsconcert. Van 2011 tot 2012 mede-organisator van Inspire to Life. Vanaf 2015 tot heden voorzitter van de zorgcoöperatie Anne Zorgt hier in Sint-Anneland. Vanaf 2020 bestuurslid van kringloopwinkel Tweede Kans Stalland. Vanaf 2020 onderdeel van het projectteam Heerlijkheid Havenzicht. En vanaf 2023 mede-organisator van 650 jaar Sint-Anneland. Kortom, u zet zich al geruime en lange tijd in ten bate van de samenleving en heeft ook vele anderen gestimuleerd. De koffie komt er zo aan. En daarom is het voor mij een eer om jou, Sander, om u, meneer Westdorp, namens onze koning mede te delen dat het zijne majesteit, koning Willem-Alexander, heeft behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Ja, maar we hadden er eentje reserve. Even kijken. Het zijn stevige jasjes deze keer. Ja, ja. Daar gaan we even. Gemeentejas. Draag ik bij de gemeente vaak. Ik moet stevig in je schoenen staan. Ja, lijkt wel. Het gaat lukken. Wel verzoek, controleer het dadelijk even heel goed. Want het zou jammer zijn als je hem de eerste dag zou verliezen. Alsjeblieft. Hartelijk gefeliciteerd. Nou, dankjewel, dankjewel. Jullie ook, hè. Proficiat. Ja, zal ik gewoon u de bloemen geven? Want volgens mij, u moet er gewoon bij komen staan, hoor. Dat mag, zeer zeker. Ja, een beetje, doe maar een slagje erdoor. Slagje draaien. Je bent er blij mee, Sandra. Ja, was ook. Hij moet een beetje lachen, hè? Ik had alles verwacht, maar niet Ik wil nog niet een papier even naar. Eens even kijken. Gaat gebeuren. Echt waar. Goedemorgen iedereen, ik heb de meeste van u een hand gegeven, geachte aanwezigen, beste mevrouw Van Winkelen, man natuurlijk, familie en vrienden. Het was voor de mensen om u heen niet zo lastig om te bedenken hoe ze u het beste konden verrassen. En dat is gewoon door naar deze plek te komen, waar u al sinds jaar en dag vrijwel altijd te vinden bent. En de plek die u zo nauw aan het hart ligt en waar u zich met hart en ziel inzet voor de leefbaarheid van het dorp.
Maar voor nu moet u het werk dus gewoon even laten liggen. Ik weet ook niet wat er vandaag nog allemaal gaat gebeuren, dus... Goed zo. En als iedereen die komt gewoon een kaartje komt, is het commercieel ook nog een goede dag. Hè? Dus dat kan ook. Maar we zijn hier naartoe gekomen om u aandacht te geven. Aandacht die u echt zo verdient. En dat is ook nodig. Nou, even rustig in- en uitademen. Het wordt volgens mij ook allemaal op beeld gezet. Dus als u dingen vergeet, allemaal niet erg, kunt u later nog een keer nakijken. Ik ga u allemaal even terug meenemen de geschiedenis in. En dat doen we naar 1982 om precies te zijn. Want al 50 jaar bent u een trouw lid van de Koninklijke Fanfare Accelerando. Daar mag ik dit ding denk ik ook gebruiken. En in 1982 trad u toe tot het bestuur als secretaris. Als 23-jarige werd u het eerste vrouwelijke bestuurslid in een mannenbolwerk. En met uw ervaring als directiesecretaresse zal u, ik denk, zat u eigenlijk meteen al op uw plek, hè? U was medeverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de vereniging. U zorgde voor alles rondom de organisatie van de jaarlijkse concoursbezoeken. En tijdens de vergaderingen van het bestuur verzorgde u de agenda en meteen ook de notulen. Daarbij nam u ook maar meteen de jaarverslagen en ook de notulen van de algemene ledenvergadering voor uw rekening. Ja, en omdat u toch bezig was, bij lief en leed zorgde u voor een passende attentie en ook kwam u in actie als een lid jubileerde. En dat alles heeft u ruim 20 jaar gedaan. En ik heb begrepen dat u de bijzondere benaming of misschien zelfs titel van de verenigingshistorica mag dragen, mede door inspanningen voor het jubileumboek bij het 125 jaar bestaan van Accelerando. Vanuit uw interesse en betrokkenheid bij de geschiedenis van de muziekvereniging en ook het oude archief werd u een van de samenstellers van het mooie jubileumboek. Al vanaf 2008 houdt u de geschiedenis van Accelerando bij en dat doet u meteen op het moment dat die geschiedenis geschreven wordt. En dus terwijl die wordt gemaakt. U digitaliseert en archiveert alle persberichten rondom alle activiteiten die de vereniging onderneemt en ook de nieuwsbrieven. Dus een vriendelijk verzoek, ook van vandaag, mag u dat allemaal archiveren. Hè? Dat hoort in het archief. De geschiedenis blijft op die manier bewaard en ook toegankelijk voor de volgende generaties. En, naar ik begrepen heb, heeft u op persoonlijke titel de afgelopen jaren heel hard gewerkt aan het tweede deel. En dat is bijna af, of misschien al af. Bijna af. En misschien mogen we het nog niet weten, moet het misschien nog wel een beetje verrassing blijven. Vanaf 1994 tot 1998 was u secretaris van de middenstandsvereniging Activa. U hielp mee om de verschillende winkelacties te organiseren en ook was u betrokken bij de organisatie van de intocht van Sinterklaas. De jaarlijkse braderie was altijd het hoogtepunt voor winkeliers, de inwoners en oud-inwoners die hiervoor graag een bezoek brachten aan hun vroegere woonplaats. Van 2004 tot 2017 was u een van de organisten van de Nederlands Hervormde Kerk in Sint-Anneland. Door de kerkscheuring ontstond een tekort aan organisten. En u bent toen gevraagd om de ochtenddiensten te begeleiden. En ondanks het feit dat u daar geen ervaring mee had, heeft u deze taak toch op zich genomen en bent u de hervormde gemeente jarenlang van dienst geweest. Vanaf 2010 tot 2017 was u activiteitenvrijwilliger bij de Vroonhof, oftewel Schutsenzorg Tholen. In die jaren hielp u met enthousiasme en betrokkenheid mee bij de organisatie van activiteiten voor de bewoners. Bingo, high tea, knutselen en ook spelletjes. U zette zich vol overgave in. En aan het einde van ieder jaar maakt u een fotoboekje van die activiteiten in het achterliggende jaar. Dat is bijzonder waardevol gebleken en nog steeds aanleiding voor het ophalen van mooie herinneringen. En het boekje wordt ook vaak gebruikt voor familie van bewoners die inmiddels overleden zijn. Omdat u dat zo'n mooi stukje van die geschiedenis liet zien. In die tijd bent u ook betrokken geraakt bij de Vroonhofcommissie. En dat bent u volgens mij nog steeds. U maakt onder andere naamplaatjes voor de bewoners. U verzorgt jaarlijks de facturering van het sponsorbord. En past daar waar nodig de advertenties aan.
U draagt de bewoners van de Vroonhof en de Schutzen een heel warm hart toe. En dat blijkt ook wanneer u samen met uw man de bewoners meelaat genieten van uw grote collectie aan beeldmateriaal uit het dorp en van daarbuiten van lang vervlogen tijden. Van 2010 tot 2017 was u mantelzorger voor uw ouders. Mantelzorg is iets wat soms best wel vanzelfsprekend lijkt. En misschien is dat ook wel voor u. Maar het is ook heel intensief, kan een grote druk op iemand leggen, een grote verantwoordelijkheid. En dat is iets wat wij als samenleving ook zeker mogen waarderen. Minimaal 2 keer per dag ging u bij uw ouders langs voor ondersteuning en begeleiding. En u deed ook elke week de was en de boodschappen. Daarnaast hielp u mee bij een zwaarder huishoudelijk werk, dat waar de huishoudelijke hulp niet aan toe kwam. En u was er altijd voor arts- en ziekenhuisbezoeken. En momenteel toch ook een beetje mantelzorgen voor uw man. In de afgelopen 2,5 jaar heeft u met een nimmer aflatende inzet uzelf weggecijferd en alles gedaan om uw man te steunen. Het geduld, de liefde, de toewijding waarmee u dat doet, is bewonderingswaardig. En wat dat betreft, wat fijn dat het nu al wat beter mag gaan. En dat zal dus beide ongetwijfeld stemmen tot heel veel dankbaarheid. Mevrouw van Winkelen, Kati, we kunnen geruststellen dat uw persoon een enorme bijdrage levert aan de leefbaarheid in Sint-Annaland. Niet in het minst door de verbindende werking van hier van uw winkel, die een begrip in het dorp is. Het is niet alleen uw werk, het is uw lust en uw leven. Uw winkel is niet alleen een winkel, maar een ontmoetingspunt in het dorp. Er is zelfs een mini-bibliotheek in gevestigd, uw eigen initiatief Kleintje Biep, waar mensen gratis boeken kunnen lenen. Ook doet de winkel met regelmatig dienst als verkooppunt voor concerten van verschillende verenigingen in het dorp. En in coronatijd, toen u uw winkel moest sluiten, konden de klanten u bellen of mailen en dan bezorgde u die bestelling gewoon aan huis. Zo was u aan het eind van iedere werkdag op hoed om de bestellingen te bezorgen. Beste mevrouw van Winkelen, wat zeggen anderen over u? En ik ga citeren. Kati is een zeer betrokken persoon. Door de vele contacten die ze dagelijks heeft in haar winkel, heeft ze ook een antennefunctie voor onze vereniging. Kati hoort veel en niet zelden is dat iets waar wij als vereniging belang bij hebben. En ook wordt gezegd, één woord dat Kati prima past is verbondenheid. Zij is enorm verbonden met onze vereniging, die voor haar als familie is. Een onlosmakelijk deel van haar leven. Een plaats waar je pieken kunt delen, maar ook wanneer het even wat minder gaat. Ze staat iedere week paraat. Is ook wel eens kritisch, maar altijd met het doel om een situatie te verbeteren. Gedacht vanuit het belang van de vereniging. Ik ga het even samenvatten. Het is een lange lijst en een aantal hieronder weten dat wij ook een heel strak programma hebben. Dus ik kondig nu vast aan, zometeen na het officiële gedeelte, mag u feliciteren, mag u in gesprek gaan, alles. Dan geef ik de regie graag uit handen. Maar wij piepen op een gegeven moment stilletjes weg, want we mogen nog naar een volgend adresje toe. Ik ga het samenvatten. Vanaf 1982 tot 2002 secretaris bij de Koninklijke Fanfare Accelerando hier in Sint-Annaland. Vanaf 1994 tot 1998 secretaris bij de Middenstandsvereniging Sint-Annaland. Vanaf 2004 tot 2017 organist bij de Nederlandse Hervormde Kerk, ook hier in Stalland. En vanaf 2010 tot 2017 activiteitenvrijwilliger bij de Vroonhof Schutzenzorg Tolen. Hier weer in Stalland en nog steeds bent u betrokken bij de Vroonhofcommissie. Van 2010 tot 2017 mantelzorg voor uw ouders. Sinds 2,5 jaar ook mantelzorger voor uw man. En met uw winkel heeft u een hele grote bijdrage geleverd aan de leefbaarheid hier in Sint-Annaland. Kortom, u heeft zich al lange tijd ten bate van de samenleving ingespannen en anderen gestimuleerd. En daarom is het voor mij een eer om u namens onze koning mede te delen dat het zijne majesteit koning Willem-Alexander heeft behaagd om u te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Kijk eens, applaus mag, hè?
Mag ik hem opspellen? Natuurlijk. Ja, ik heb een beetje koude handen, sorry. Dat geeft niks. Dat geeft niks. Dat geeft niks. Wat wilt u? Nee, dit zit met het licht van de video. Oké. Okay. Zo. Kijk eens. Van harte gefeliciteerd. En geniet van deze bijzondere dag. En u ook. Dank u wel. Want zonder thuisfront kan iemand heel veel dingen willen, maar dan lukt het ook niet, hè? En ik heb een hele mooie bos bloemen. En die ga ik ook overhandigen. Heel erg bedankt. Nou. Ja. Helemaal verrast. Helemaal verrast. Ik had dit helemaal niet verwacht, maar ik ben er ontzettend blij mee. En ik wil gewoon iedereen bedanken. Thuisfront, voor alle hulp, steun. Ja, het is gewoon onverstaanbaar. Dank u wel. Applaus, hè. Goedemorgen. Goedemorgen. Kijk. Even schrikken. Ik ga u een hand geven. Het wordt alleen maar een mooie dag. Het wordt echt een hele mooie dag. Welkom. U ook. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Komt u even met mij mee? U mag, als u het prettig vindt, hoeft u niet alleen te staan, maar het draait wel om u. Oké. Ja? Kom maar even. En dan hebben we net voor het plaatje, als u hier wat een beetje, is dat goed zo? Ja, dan ga ik u... Ja, u kijkt nou even naar alle mensen die u kent, nou in de matrix, u mag ook even naar mij kijken. Want ik ga u... Vind ik ook wel leuk trouwens. Nee, want ik ga u toespreken en ik zie dat u een beetje emotioneel wordt, maar... Probeer het gewoon over u heen te laten komen. En het is allemaal goed bedoeld. En het is echt een blijk van waardering. En ik heb begrepen dat u even naar een boot ging kijken. Misschien nog naar Amsterdam. U krijgt van mij geen garanties dat dat vandaag gaat gebeuren. Ik denk wel dat het een hele bijzondere dag wordt. Geachte aanwezigen, beste meneer Weterings, familie, vrienden en bekenden. En u moet het mij dan maar vergeven, want vanochtend was er dus helemaal geen sprake van een inspectie van een boot of iets waarvoor ze gedacht hebben. Dat gaan we eens even aan meneer Weterings vragen. En dat is niet omdat u dat niet is toevertrouwd, want daar twijfelt volgens mij werkelijk niemand aan. Maar we zijn hier bij elkaar voor iets heel bijzonders en dat is wel omdat we u geheel verdiend in het zonnetje gaan zetten. En daar zijn we het namelijk allemaal over eens. En u vindt dat zelf misschien niet nodig, maar wij vinden dat wel. En nog bijzonderder, onze koning is het vandaag met deze aanwezigen eens. En we kunnen met zekerheid stellen dat zeilen uw lust en uw leven is. En dat u zich nergens zo thuis voelt als op het water. En u bent dan al een hele lange tijd betrokken bij watersportvereniging Sint-Anneland. U bent al ruim 50 jaar lid van WSV en WSV bestaat dit jaar 60 jaar. En in de begintijd van de vereniging, en dan gaan we dus terug naar de jaren 60, heeft u ook al meegewerkt aan de indeling van de haven als zeiler, WSV-lid en ook als werfeigenaar. En u bent zelfs eerder al benoemd tot erelid. En door uw lange staat van dienst heeft u zich voor heel veel activiteiten ingezet. Als evenementencoördinator organiseerde u clubtochten. Als wedstrijdleider was u zeer actief in clubwedstrijden en initieerde u de nog steeds bestaande 8 uur van de Oosterschelde. En als jaarlijks een van de grote wedstrijden op de Oosterschelde. Verder heeft u de Delta Week destijds naar Sint-Anneland gehaald, waarmee Sint-Anneland een van de aanloophavens is geworden van die wedstrijden. Vanaf 1977 tot 1981 was u bestuurslid bij WSV. En u bent penningmeester geweest en ook secretaris. U heeft er mede voor gezorgd dat de vereniging weer financieel gezond werd en het verenigingsleven ook weer opbloeide. Ook na 1991 tot op heden bleef u actief als vrijwilliger. U houdt zich onder andere bezig met steigeronderhoud, groter havenonderhoud en advisering op heel veel terreinen.
En ook zet u zich in bij de schoonmaakacties en assisteert u bij het aanleggen van jachten. In de afgelopen decennia heeft u een reputatie opgebouwd in de haven als een kennisbank die graag zijn kennis deelt. En dat is ook bijzonder, hè? Sommige mensen willen de kennis bij zich houden, maar u zegt nee, daar heeft iedereen wat aan. En u staat iedereen bij in raad en daad, dus ook bij daadwerkelijk uitvoeren. Alle zeilers kunnen met hun vragen bij u terecht. Sinds jaar en dag is uw boot Bora Bora een begrip voor zeilers. Ze weten u allemaal te vinden en ze komen graag terug voor advies en hulp. U stapt ook graag bij zeilers aan boord om een klus te klaren met veel kennis en wederom veel kunde en ook inventiviteit voor een duurzame oplossing. U bent de spreekwoordelijke veilige haven voor velen. En dit doet u zonder enige vergoeding, want zoals u het zelf zegt, helpen tegen betaling is geen hulp. Uw missie is om mensen te helpen, zodat ze optimaal van de zeilsport kunnen genieten. En niet alleen leden, maar zelfs bedrijven, want ook die benaderen u vaak voor advies. En ook dan voorziet u die bedrijven belangeloos en zonder enige financiële compensatie gratis van advies. Beste meneer Weterings, wat zeggen anderen over u? En ik ga citeren. Louis kan alles zo simpel maken, waardoor iets moeilijks eenvoudig wordt. Iets waar ik vaak naar teruggrijp en zelfs denk, als ik het niet weet, hoe zou Louis dat aanpakken? Misschien moeten wij bij de gemeente Maas bij u in de leer, want heldere taal, ingewikkelde materie eenvoudig en duidelijk maken, daar kunnen wij denk ik nog een voorbeeld aan nemen. Maar ook geven mensen aan, Louis stelt zijn tijd en ervaring graag ter beschikking. De ervaring die hij heeft opgedaan tijdens zijn wereldreis met zijn zelfgebouwde boot heeft een groot aantal leden geholpen gelijke ervaringen op te doen en avonturen te beleven. En tenslotte wordt u omschreven als gedreven, optimistisch, kundig, gezellig, ook een belangrijke, openhartig, gewoon een prachtmens. Ik ga het even voor u samenvatten, ben ik niet helemaal volledig, dat weet ik. We hebben een strakke planning, u bent de eerste, daarom zijn we zo vroeg hier. Vanaf 1977 tot 81 bestuurslid van Watersportvereniging Sint-Anneland, ofwel WSV. En al decennia lang zet u zich in als adviseur in de haven van onder andere Sint-Anneland. Kortom, u heeft zich al lange tijd ten bate van de samenleving ingespannen en anderen gestimuleerd. En daarom is het voor mij een eer om u namens onze koning mede te delen dat het zijn majesteit koning Willem-Alexander heeft behaagd om u te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau. En dan gaan we even voor de foto een beetje hier. Burgemeester aan die kant. Goed, doen we het goed. Oké. En dan mag ik u het lintje opspelden. En dan ga ik een beetje voorzichtig hier bij het knoopsgat. Altijd een beetje. We doen. Oh, u heeft een heel stevig jasje hoor. Ja. Volgens mij kunt u daar wel de wereld mee rond. Dat gaan we even anders doen. Want anders maak ik het. Zo, controleer het dadelijk even heel goed. Van harte gefeliciteerd. Echt volledig verdiend. En ja, dan mag ik u ook bloemen of zal ik dat een... Ja? Ik heb best wel bloemen. Ja, recht in de bloemen. Kijk eens. Was zonder thuisfront, hè. Dus ook van u, proficiat. Ga even bij hem staan. Omdat iedereen het u gunt en vindt dat zo verdiend is. Dus hoeft niet verdrietig, niet iemand. Het is echt verdiend. Nog 50. Ik wil nog even met de burgemeester nu samen. 15.
Bingo! Nee, dat gaat nog niet. Een liedje. En goedemorgen. Goedemorgen. Jan weet ook alles van de microfoon. Oh, dus als ik hulp nodig heb. Ja, ik zal hem een beetje laten zakken. Houdt u hem vast? Nee, ik heb een papiertje en dan moet ik heel zorgvuldig voorlezen. Dus wat goed. Kijk. Nou, en ik ga gewoon zo doen. Dat kan ook, zo je wil. Zo. Is dit goed zo? Ben ik zo verstaanbaar? Ik kan een klein beetje naar hem. Kijk, ga de gang. Maar blijft u vooral hier staan, want het gaat om, ja, het gaat om u. Dus als u nou, even kijken, voor het beeld, als u een beetje zo daar gaat staan, want ik wil u toespreken. Ja, dat is echt waar. Zo. Ja. En voor diegene die de bingo op vrijdag gepland heeft, mag u niet boos op ze, Jan, zijn, hè? Mag echt niet, hè? Ja, goedemorgen, geachte aanwezigen, meneer Van der Velde, familie en vrienden die net al even hier gekomen zijn. Heel mooi, fijn dat jullie er zijn. Het is, zoals u inmiddels wel gemerkt hebt, geen gewone vrijdagmorgen. En dat begon al met een speciale koningsbingo. Op vrijdag in plaats van op dinsdag. En die heb ik dus mogen verstoren, omdat iedereen die hier vandaag aanwezig is, weet wat voor een warm hart u de bewoners van Ten Anker toedraagt. En vandaag is het een, ja, ik denk toch wel een hele mooie dag om daarbij stil te staan. Want vrijwilligers die zich zo inzetten en zo onmisbaar zijn voor een professionele organisatie, die komen we niet vaak tegen. Het is trouwens ook de eerste keer dat degene die ik toespreek mij gaat helpen met de techniek. Dus dat is ook wel heel bijzonder. Want al vanaf 2006 bent u een van de trouwe vrijwilligers bij Ten Anker. Dat begon destijds op de Vliethof. Met uw vrouw bezocht u hier regelmatig in Oom en samen bood u hier een helpende hand. Even helpen met de koffie, even een klusje of andere hand- en spandiensten. Helaas is uw vrouw u in 2015 ontvallen. Een groot verdriet. En vanaf dat moment heeft u bij Ten Anker steeds meer taken op u genomen. En door de jaren heen was u betrokken bij vele, vaak wekelijks terugkerende activiteiten. U bent hier vrijwel elke dag te vinden. En de lijst van wat u allemaal doet is een hele lange, maar ik ga hem toch even langs. Op dinsdag, vandaag op vrijdag, maar op dinsdag organiseert u met veel plezier de bingo. U zet alles klaar, u maakt de cijfers bekend en u deelt de prijzen uit. Op vrijdag bent u de vaste wandelvrijwilliger. U controleert rolstoelen, u zorgt dat alles volgens plan verloopt. En dat doet u met verve en dat hebben we als college ook gezien toen we op 19 januari mee mochten lopen met de wandelgroep. En ik wist het toen al een beetje. U brengt talloze bezoekjes aan bewoners die weinig of geen bezoek ontvangen en verleent ook hand- en spandiensten voor hen. U brengt bezoekers, bewoners, naar de fysiotherapeut. Van tijd tot tijd begeleidt u bewoners naar het ziekenhuis. U haalt de bewoners op voor activiteiten en bent ook degene die nog even een verlaten bewoner ophaalt. U haalt de post voor bewoners in Dalemhof, zodat ze zelf niet naar beneden hoeven met hun rollator of een rolstoel. Op hoogtijdagen zorgt u voor een wapperende vlag in de tuin van Ten Anker. Zal ik, dat is niet zo netjes, hè? Ja, wacht maar, nee, dat denk je even af. Ja, doe me er gewoon in. Doe maar gewoon. Ah, goed zo. Kijk eens. Van harte gefeliciteerd. Zweet staat. Geniet ervan. Echt volledig verdiend. En
Henk mag u hier. Ik mag u me aanbieden. Dank u wel. Dank u wel. Ja. Proficiat. Dank je wel. Schrikkelijk toch wat naar, hè? Ja, dat is gewoon... Kijk. Ja. Ja, begin maar muziek afspelen. Kijk, hier kom ik maar. Wat een mooi en feestelijk ontvangst. Dank jullie wel. Ja. Dat gaat vandaag niet meer gebeuren, denk ik. Volgens mij gaat dat niet meer lukken. Ik weet niet wie de rest van het programma nog in weet of in handen heeft. Maar volgens mij wordt het geen Eindhoven. U moet vandaag niks meer. Nee, u moet wel wat. U moet gewoon gaan genieten. U moet gewoon gaan genieten. Ja. Goedemiddag, geachte aanwezigen, meneer Vermeulen, familie, vrienden en natuurlijk ook mevrouw Kobi. We zijn hier allemaal naar uw thuis gekomen, naar Maartenshof, omdat het vandaag een hele bijzondere dag is. Het is namelijk de dag dat, die bijzondere dag, dat wij bijzondere mensen aandacht en waardering geven voor al het goede werk wat ze doen. En u bent daar één van. Dus niet zo gespannen zitten, u mag ook lachen. En u moet vooral genieten van wat komen gaat. En we gaan met elkaar eerst een aantal momenten langs en dat brengt ons op de eerste plaats al naar 1952. U was toen volgens mij 6 jaar jong en u werd lid van de toenmalige muziekvereniging MVK. En dat stond voor Muziekvereniging met Vereende Kracht.
in Sint Maartensdijk, Smedijk. Uw interesse ligt bij het slagwerk en toen u in 1964 een fusie plaatsvond van de muziekverenigingen van Sint Maartensdijk, Scherpenisse, Stavenisse en ook Poortvliet. Toen werd u meteen ook lid van die nieuwe muziekvereniging Euterpen, hier ook aanwezig. En dan bent u tot de dag van vandaag. En in die tussentijd bent u een zeer bekwaam bugelspeler geworden. Vanaf de fusie bent u steeds meer werk voor een muziekvereniging gaan verzetten. En zo heeft u van maar liefst 1964 tot 1988 de drumband geleid. U heeft de majorettes helpen oprichten, dat deed u samen met uw dochter. En deze heeft u van 1981 tot 1988 geleid. Vanaf 1967 tot 1985 heeft u verschillende functies bekleed, waaronder 8 jaar vicevoorzitter en algemeen bestuurslid. Voorzichtig. Van 1964 tot 2020 een grote rol gespeeld bij het ophalen van het oud papier ten bate van de muziekvereniging. En ik heb ook begrepen dat wanneer er in Sinterklaastijd snoep langs de deuren verkocht moest worden, u een topverkoper was. Inmiddels bent u al ruim 70 jaar lang een enorm gewaardeerd en actief lid van Euterpen. En vanaf 1978 tot 2001 vond u naast al het hiervoor al genoemde vrijwilligerswerk ook nog tijd om lid te zijn van de vrijwillige brandweer bij het korps in Sint Maartensdijk. U heeft destijds alle benodigde opleidingen gevolgd om als vakbekwaam brandweerman op te kunnen treden. Bij oefeningen was u nagenoeg altijd aanwezig en u nam daaraan ook altijd actief deel. In de jaren van uw vrijwillige inzet voor de brandweer heeft u bijgedragen aan een veilige woon- en werkomgeving en zo de inwoners van Sint Maartensdijk en omstreden hulp geboden bij brand of bij andere incidenten. Met uw persoon had de brandweerploeg van Sint Maartensdijk de beschikking over een zeer gedreven, vakbekwaam brandweerman die altijd prominent op de voorgrond trad bij incidenten vanwege, en dat is echt een kwaliteit, uw technisch inzicht en doortastend optreden. Wandelen is tijdens die vreselijke periode, corona, eigenlijk een beetje volkssport nummer 1 geworden. Maar u had feitelijk al veel eerder bedacht en gemerkt hoe fijn een dagelijkse ochtendwandeling kan zijn. U loopt dan gerust 2 uur achter elkaar door. En dat doet u stevig doorlopen. Toen 15 jaar geleden diverse jutbakken op Tolen en Sint-Philipsland geplaatst werden, combineerde u uw wandelingen met het verzamelen van zwerfafval in de bermen, op het strand en langs de zeedijk. U was daarmee een prachtig voorbeeld wat ook door andere inwoners is overgenomen. En zo is door uw toedoen ook de werkgroep afval opruimen ontstaan en zijn verschillende inwoners vanaf dat moment regelmatig met de zak op pad om zwerfafval te verzamelen en zo met elkaar te zorgen voor enerzijds een beter milieu, maar aan de andere kant ook een gewone, mooie leefomgeving. Wat u ook al 15 jaar lang gedaan heeft, namelijk vanaf 2008, is jaarlijks, daar kennen we elkaar ook een beetje van, de Gildeweek, het Scherpenisse, de Gildebroeders erop patent maken, dat het Gildeweer is begonnen. Als tamboer ging u voor de kloveniersgilde door de straten van het dorp. En daarnaast was u op de woensdag van de Gildeweek present om samen met de deken, officieren en Gildebroeders een nieuwe Gildebroeder thuis op te halen. Een gilde waar ik met heel veel trots en dankbaarheid ook de beschermvrouw mag van zijn. Ik ben nog niet klaar. Vanaf 2019 ook nog vrijwilliger hier in Maartenshof. U werd in de zomer van dat jaar wandelvrijwilliger voor 2 bewoners. Maar ook voor die tijd was u al regelmatig aanwezig voor hand- en spandiensten.
En de afgelopen jaren heeft u altijd vrolijk en opgewekt iedereen ondersteund, bijvoorbeeld bij de maaltijden in de recreatiezaal. En hier organiseert u ook de koersbal, maakt u een praatje en staat u altijd voor iedereen klaar. U lijkt wat ongeduldig te worden, maar ik ga gewoon door hoor. U bezoekt ook bewoners die behoefte hebben aan gezelschap. En hoe het ook anders kan, ook op muzikaal gebied brengt u een vrolijke noot op uw keyboard. Dat zijn gezellige momenten en verzoeknummers zijn dan ook nog geen probleem. En het is telkens weer een feestje voor de bewoners en het personeel. Beste meneer Vermeulen, wat zeggen anderen over u? En ik haal dat uit ondersteuningsbrieven. Kees is een zeer betrokken persoon. Als er maar iets moet gebeuren, staat hij altijd klaar. Of heb je een vraag of hulp nodig, dan bel je gewoon Kees, want hij komt zodra hij kan. Ik heb nog nooit een nee van hem gehoord. Ik ga het voorgaan toch even kort samenvatten. Vanaf 1964 tot 2020 vrijwilliger bij en vicevoorzitter, vanaf 1967 tot 1985, van de muziekvereniging Euterpe in Smeliek. Van 1978 tot 2001 lid van de vrijwillige brandweer in het korps Sint-Maartensdijk. Vanaf 2008 tot heden ruimt u dagelijks zwerfafval op. Van 2008 tot 2023 tamboer bij het Kloveniersgilde van Scherpenisse. En van 2019 tot heden vrijwilliger hier bij de SVRZ Maartenshof. Vertel, wat ben ik vergeten? 2003 dat ik al lid van de cordeonvereniging Moestieren. Ja, die hadden we. Ja, excuus. Vanaf 2003 ook vrijwilliger bij de accordeonsvereniging. Heel goed. Die zetten we er gewoon bij, hè? En van de pers schrijven we er ook gewoon bij. En dat betekent eigenlijk ook dat u nog redelijk scherp van geest bent, hè? Dat merk ik ook, ja. En dat is ook wel wat dat betreft denk ik iets waar u heel dankbaar voor moet zijn. Kortom, u heeft zich al lange tijd ten bate van de samenleving ingespannen en anderen gestimuleerd. En mag ik u vragen om even te gaan staan? Gaat dat lukken? Volgens mij wel, hè? Het is een bijzonder moment, ja. Het is voor mij een eer en genoegen om u namens onze koning mede te delen dat het Zijne Majesteit, koning Willem-Alexander, heeft behaagd om u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. En het is mij een genoegen dat ik u zometeen de versierselen op mag spelden. Applaus! Even een beetje met terug. Maar u mag er ook gewoon bij komen staan. Maar dan vraag ik u wel even om daar te staan. U hoort er ook bij, hè? Maar ik kan heel lang staan. Dan gaat u, lekker zitten. Ga maar lekker zitten. Ga maar lekker. Nee, dat maakt niet. Maar dan sta ik een beetje voor. Dan gaan we toch even. Excuus. Ik ga. Sorry. Deze keer, hè? Ik doe net of ik alles zelf bepaal, hoor. Maar ik heb echt niets te vertellen, hoor. Oké. Nou ja. En het is natuurlijk ook een dag, ook dank aan al die andere vrijwilligers die hier aanwezig zijn. En natuurlijk ook aan u het thuisfront dat u het mede mogelijk gemaakt heeft. Hè? Want zonder steun thuis kon u dat allemaal niet doen. Ik heb vrije leer in de tijd. Samen
kijk, kijk, kijk. Hallo. Ja, we, ja, ja, komt u maar. Echt waar. Ja, goeiedag. Hou je goed, joh. Hou je goed. Even een zakdoekje. Iemand een zakdoekje. Ja, kom op. Ja, gaat het goed? Gaat ja. Goed. Ja, gaat lekker. Het voordeel is, ik doe eerst het woord. Gelukkig. Dus wat dat betreft, ga je. Geen woord te doen. Kom verder. Oké, okay, moest even geslikt worden. Komt u maar. Ik had nog geen goede dag gezegd. Dag. Ja? Staat hij aan? Nee, even kijken. Ben ik van de techniek? Nee. Staat hij aan? Hij staat aan. Oké. Okay. Dan kan ik hem wel iets hoger weg doen. Ja, kijk. Ik zei al, het voordeel is dat ik eerst het woord krijg, dus u hoeft gewoon even helemaal nog niets te zeggen. Beste aanwezigen, meneer Van Sprundel, familie, vrienden. Ja, en een, iemand die misschien de hele procedure nog veel beter kent dan ik en daar veel langer ervaring mee heeft. Mevrouw Van Sprundel, maar Lien, altijd werkzaam geweest bij ons in de gemeente en ook het kabinet gedaan. Dus u kunt nou gaan kijken hoe wij uw werk voortgezet hebben. We hebben elkaar net ook al gezien, want u was bij de koninklijke onderscheiding voor meneer Vermeulen. En het gaf dus eigenlijk uw vrouw de kans om zich naar de Hastingen te spoeden om al deze mensen te ontvangen. En inmiddels is het gaan dagen, dat kon ik net al zien, want we zijn er niet voor iemand anders zoals net, maar we zijn hier nou echt voor u. Want ook u verdient het om op deze dag namens heel veel medevrijwilligers en ook namens onze koning in het zonnetje gezet te worden. U bent een vrijwilliger met een lange staat van dienst. En we gaan hiervoor terug naar het jaar 1979. Want in dat jaar werd u voorzitter van de huurdersvereniging Benelux Flat in Roosendaal. En in die tijd was u feitelijk de schakel tussen enerzijds de huurders en ook de woningbouwvereniging. En werd bij beide partijen overleg gepleegd over zaken die speelden in het gebouwencomplex. En dat heeft u 2 jaar gedaan. Een aantal jaren later verhuisde u, en daar zijn we nog steeds heel blij om, naar onze gemeente. Naast het Maarten, nou dat is prettig, het zou het zijn als u nu wat anders gezegd had. Naast het Maartensdijk en in 1986 werd in het dorp het evenementencomité Smalstand, oftewel ECS opgericht. Dat klinkt ook al financieel, hè, dat ECS. Dat klinkt bijna als een of andere munteenheid of zo. Maar het is dus het evenementencomité Smalstad. En vanaf de oprichting tot vanaf 1986 tot 2022 was u als bestuurslid heel nauw betrokken bij ECS. U was aanwezig op alle vergaderingen en het waren er best wel veel, want dat waren er, heb ik mij laten vertellen, 15 per jaar. U vervulde de rol van penningmeester en door uw kennis en kunde op dit gebied waren de financiën van ECS altijd in goede handen. Er werd van alles georganiseerd, van Koningsdag tot Sinterklaasintocht, van de avondvierdaagse en later ook Timmerdorp. En u was altijd aanwezig om de evenementen te begeleiden en te helpen met opbouwen. Van 2001 tot 2004 stond u bekend als een enthousiast en betrokken bestuurslid van de stichting Gemeenschap Sint Maartensdijk. En dat is een stichting voor het beheer en het onderhoud van het voormalige sport- en gemeenschapscentrum Hastingen. En als bestuurslid was u verantwoordelijk voor activiteiten en als tweede penningmeester voor de financiële afwikkeling van de facturen, de salarisadministratie aan 3 medewerkers... en het opstellen van de begrotingen en jaarrekening ten behoeve van de verantwoording die afgelegd moest worden aan de gemeente Tholen. Daarnaast was u ook mede verantwoordelijk voor de onderhoudsbegrotingen voor het technisch onderhoud en van deze accommodatie. En u was
een strenge medebewaker van de penningen, waar het beheer van de financiële middelen in goede en vertrouwde handen was. En ik zei net deze, maar eigenlijk was het de oude Haasting, hè? Want ook uw inzet bij de totstandkoming van de nieuwe Haastingen, waar we vandaag zijn, en de overdracht van het oude naar het nieuwe, is niet onopgemerkt gebleven. Daarnaast was u vanaf 2004 tot 2019 mantelzorger voor meneer en mevrouw Blind, vroegere vrienden van uw ouders. En na het overlijden van meneer Blind in 2 juni 2004 verzorgde u mevrouw Blind en ondersteunde u haar bij haar administratieve taken. Toen ze naar het verpleeghuis moest, was u haar eerste aanspreekpunt voor de verpleging. U heeft de verkoop van haar woning in goede banen geleid en bent tot aan haar overlijden haar mantelzorger gebleven. Mantelzorger is geen lichte taak. En dat u dat zo lang en met zoveel toewijding voor deze mensen hebt willen doen, dat verdient grote waardering. Vanaf 2007 tot heden bent u lid van de kascommissie van de Vereniging van Eigenaren van Maartenshof. En ook hier maakt men heel dankbaar gebruik van uw kennis van financiën. U houdt zich bezig met de controle van de jaarrekeningen en vertaling van deze financiële gegevens in begrijpelijke taal voor de leden van de VVE. Nu bestaat een jaarrekening op zichzelf uit heel veel cijfers en die zijn voor niet iedereen even gemakkelijk te begrijpen, terwijl het voor VVE en eigenaren juist heel belangrijk is. Maar door uw jaarlijkse PowerPoint-presentatie met heldere tabellen en grafieken kunnen ook eigenaren met wat minder financiële achtergrond en kennis het heel goed volgen. En daar is iedereen u zeer dankbaar voor. U bent tot de kascommissie toegetreden toen uw schoonmoeder een van de eigenaren was in Maartenshof. Maar ook na haar overlijden bent u lid gebleven, terwijl normaal gesproken familieleden er dan meestal uitstappen, omdat deze geen belang meer heeft in de VVE. U koos ervoor om te blijven, maar volgens mij is dat ook wel via wat wegen gevraagd, zodat verzamelde kennis niet verloren zou gaan en u nog steeds de andere eigenaren kunt bijstaan. Dit siert u en is daarnaast ook typerend voor u. We moeten verder, want de lijst is nog lang, meneer Van Sprundel, want vanaf 2014 tot heden bent u ook nog vrijwillig budgetcoach. En dit doet u op persoonlijke titel. Door uw kennis op dit vlak en uw netwerk weten mensen u te vinden als iemand hulp nodig heeft, bijvoorbeeld bij hun financiën of op het digitaal gebied. En in 2015 en 2016, en volgens mij daarom Sylvia, ben jij er ook, ook nog vrijwilliger bij Vluchtelingenhulp Tholen. In deze periode heeft u alle statushouders die vanaf oktober 2014 in onze gemeente kwamen wonen, begeleid in het financieel zelfredzaam worden. Onder uw begeleiding zijn alle statushouders overgezet, bijvoorbeeld op automatische incasso's, zodat ze gemakkelijker het overzicht konden bewaren. U gaf uitleg aan zowel de debiteur als de crediteur en maakte ook betalingsafspraken en controleerde of deze werden nagekomen. En u legde daarbij vriendelijk, maar toch ook wel redelijk overtuigend uit wat het betekent als iemand zijn financiële verplichtingen niet nakomt en wat dan de gevolgen daarvoor zijn. En er waren best wel een aantal statushouders die zeker na zo'n overstap van een oud naar een nieuw land ook schulden hadden. Maar door een goede begeleiding konden zij deze schulden afbetalen en leerden en konden zij zelfs sparen. In de wet is het ontzorgen inmiddels verplicht gesteld. En wederom zagen wij problemen ontstaan en stress ontstaan bij de statushouders. En daarom heeft ons college van BNW van de gemeente Tholen in december 2022 besloten om de wet op dit punt niet op de voorgeschreven, kan ik dat zo zeggen in het openbaar, niet op de voorgeschreven manier uit te voeren, maar wij doen het gewoon veel beter, maar terug te keren wat eigenlijk feiten u heeft opgezet in 2015 en 2016. In 2015 werd door de vraagwijzer Bergen op Zoom het digipunt opgestart om ouderen en kwetsbare mensen te ondersteunen
om hiermee verder te komen in die digitale wereld. Want wat dat betreft wordt er wel heel veel van mensen tegenwoordig verwacht. En ook hier was u weer vrijwilliger van het eerste uur. U was betrokken bij de pilot en was als vrijwilliger tot 2017 betrokken bij de ontwikkeling van software en installatie van hardware om mensen adequaat te helpen door gebruik van een computer. Maar nog groter was uw inzet om de ouderen of kwetsbare mens te helpen tijdens het spreekuur van het Digipunt. En daarnaast was u in 2017 ook vrijwilliger bij het cliëntenplatform Minima in Bergen op Zoom. Hier verstrekt u informatie aan de inwoners van Bergen op Zoom die bij het platform met vragen terecht konden over allerlei onderwerpen op sociaal of maatschappelijk gebied. Ten slotte, meneer Van Sprundel, bent u medeoprichter, bestuurslid en penningmeester van het Zorgloket Smerdiek. Deze stichting is in 2017 opgericht door en voor het dorp. Door middel van een vrijwilligerspool wordt aandacht gevraagd en praktische hulp gegeven aan hulpvragende inwoners. En als bestuurslid bent u zeer betrokken bij het opzetten van activiteiten, het aanboren en het vinden van subsidies, en dat doet u heel goed, en overleg met maatschappelijke en overheidsinstanties en organisaties. En ook hier draagt u het beheer van de financiën en daarnaast bent u ook heel veel bezig met het duo- en beeldschermfietsen die de stichting beschikbaar heeft gesteld aan het dorp om mensen meer te laten bewegen. En ook dat is een heel mooi en nobel doel. Ik heb al heel veel verteld, maar het is ook belangrijk wat zeggen anderen nu van u. En ik ga dat citeren. Zijn houding werd door cliënten omschreven als uitermate hoffelijk en vriendelijk. Zijn inzet voor deze doelgroep was groot en als andere vrijwilligers verhinderd waren, dan was hij vaak bereid om zich nog extra in te zetten. En ook, zulke vrijwilligers zijn de dragers van een vereniging en daarom zijn we er trots op dat we Peter in ons midden hebben. Vandaag hebben we aandacht en waardering voor alle vrijwilligers, ook hier weer velen aanwezig, en ook hun familie. En dan kijk ik ook even naar u, mevrouw Van Sprundel. Wat een berg vrijwilligerswerk heeft uw man verzet. En dat kan niemand alleen. Ik vind het ook heel belangrijk om dat te noemen. Steun en ruimte van het thuisfront is onmisbaar. Maar ook natuurlijk van de vele andere vrijwilligers. Want dat doe je namelijk samen. Dus ook hier op deze plaats mijn oprechte dank daarvoor. Ik ga het samenvatten. Het is best wel weer een lijst, dus blijf gerust. U kunt allemaal even blijven zitten, maar ik zou het wel fijn vinden, wilt u even gaan staan, want dit is toch wel het moment. Vanaf 1978 tot 1979 bestuurslid van de huurdersvereniging Benelux Flat in Roosendaal. Vanaf 1986 tot 2022 bestuurslid van evenementencomité Smalstad hier in Sint Maartensdijk. Vanaf 2001 tot 2004 bestuurslid penningmeester van Stichting Gemeenschap Sint Maartensdijk. Van 2004 tot 2019 mantelzorger voor de heer en mevrouw Blind. Vanaf 2007 tot heden lid van de kascommissie van de VVE Maartenshof in Sint Maartensdijk. Vanaf 2014 tot heden vrijwillig budgetcoach. Vanaf 2015 tot 2016 een vrijwilliger bij Vluchtelingenhulp Tolen. Vanaf 2016 tot 2017 vrijwilliger bij Vraagwijzer Bergen op Zoom. Vanaf in 2017 nog vrijwilliger bij Cliëntenplatform Minima in Bergen op Zoom. En vanaf 2015 tot heden bestuurslid bij het Zorgloket Smerdiek. Kortom, u heeft zich al gelange tijd ten bate van de samenleving ingespannen en heel veel anderen ook gestimuleerd en geënthousiasmeerd. En daarom, meneer Van Sprundel, is het voor mij een eer om u namens onze koning mede te delen dat het zijne majesteit, koning Willem-Alexander, heeft behaagd om u te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau.
En het is een eer dat ik u deze versierselen op mag spelden. Ja, nou, anders ga ik lager, hè. Dat kan nog. Kan niet, ik ga blijven zo. Kijk. Ja, de jasjes zijn tegenwoordig van zulke goede kwaliteit. Het is, ik probeer het, ik ga het even een beetje anders doen. Of de spel, oh ja, dat zou wat zijn, dat de speldjes van minder. Ik doe het even zo, want botten. Ik kan er niet twee keer doorheen prikken. En dat hangt toch wel heel netjes. Van harte gefeliciteerd en dank u wel voor alles wat u gedaan heeft. En u ook. Dank u wel. Ik ga u de bloemen geven, mag dat? Want ik ga ook dank u wel tegen u zeggen. Goed zo. Dank je wel. Hoe had u het gehad? Oké. Okay. Ik heb een fotootje van jullie twee met bremmester meteen erbij. Wij zullen straks ook zorgen dat foto's die door hen ja, graag. Dat komt goed. Ik had mijn foto's ook meegenomen, maar dat is niet nodig. Selfie. Selfie. Ja, goed zo. Nou, dat wil niet. Het was wel gepland, hallo. Het was allemaal gepland. Ik had andere naam op het lijstje staan. Ja, dat klopt. Maar wij hebben het goede naam op het lijstje staan. Kijk. Goedemorgen, meneer Langedam. Familie, vrienden en bekenden. Beste Floris, want als je zo vaak samen op pad bent, jij achter de camera en ik ervoor, dan houden we het toch even op. Beste Floris, maar bij de hele officiële momenten ga ik het toch even officieel doen. Zojuist nog heerlijk anoniem achter de camera en ineens nu zelf het middelpunt van de belangstelling. Hopelijk ben je een beetje van de schrik bekomen. Nee, volgens mij ook niet. Nee, gewoon diep ademhalen. Komt allemaal goed. Komt allemaal goed. En volgens mij, het is ongeveer hetzelfde programma als hiervoor. Hè? Dus... Ja. Toch vanmorgen toch vroeg zijn bed uit moest. Ja, ja, ja. Het persbericht, want dat gaf je net al aan, wat wij naar Omroep Tolen hebben gestuurd, dat klopte dus niet. We hebben een verzonnen naam in het persbericht gezet, omdat we allemaal vonden dat het een verrassing moest zijn. En om bij het begin te beginnen, moeten we echt heel wat jaren terug in de tijd. Ruim 50 jaar ging je elke 3 weken naar de bloedbank in Rotterdam om bloedplasma af te staan. En in 2018 werd de bijzondere mijlpaal van 600 donaties bereikt. En op dat moment was je ook Nederlands recordhouder. Met die donaties heb je talloze mensen het leven gered. En het record was voor jou geen aanleiding om te stoppen en nog eens 5 jaar tot in 2021 ben je bloeddonaties blijven geven, waardoor het er uiteindelijk 641 donaties zijn geworden. Dat is een hele bijzondere inspanning en je hebt zelf eens gezegd, het is een verslaving en het is een verslaving die hij iedereen aanraadt. Vanaf 1985 tot op de dag van vandaag ben je actief voor de personeelsvereniging van Allianz Nederland. Je bent medeoprichter van de personeelsvereniging en actief op diverse terreinen en in verschillende rollen. Met name gericht op de buitenkantooractiviteiten van het bedrijf.
En ik denk dan bijvoorbeeld aan het organiseren van fietstochten voor meer dan 1000 deelnemers. Sinterklaasfeesten, stedentrips, de website en ook nu nog steeds actief als penningmeester. En dat is al ruim 30 jaar en dat terwijl je al vanaf 2015 met pensioen bent. Ook het organiseren van de jaarlijkse lunch voor de pensionades is bij jou in goede handen. Beste meneer Langendam, Floris, ik zei het net al. Wij zijn geen onbekenden van elkaar. Want vanaf 2019 ben je actief als vrijwilliger bij Omroep Tholen. En iedereen die met enige regelmaat aanwezig is bij die mooie activiteiten, en dus ik ook, die zien we dan ook heel regelmatig als cameraman. Achter de schermen, dus de kijkers en de luisteraars van Omroep Tholen, die zien en horen jou wat minder. En ik heb begrepen dat werkelijk waar alle soorten werkzaamheden aan je zijn toevertrouwd, behalve het zogenaamde omroepen. Dus er is nog groei mogelijk. En misschien is het wel leuk dat ooit, ja, Laban is wat dat betreft heel trouw en ik geloof 2 keer per jaar, max, heb ik Enrico. Maar volgens mij moeten wij het gewoon een keer gaan proberen en dan zul je zien dat je ook daar een talent voor hebt. Maar wat doe je allemaal? Het verbouwen van de studio's, het managen van de opnames op locatie, het onderhouden van contacten met de gemeente en nog vele andere werkzaamheden en nog vele andere klussen en klusjes. Daar is iedereen bij jou aan het goede adres. En ook attent zijn is een eigenschap. Want laatst toen onze wegen elkaar kruisten bij Streekmuseum De Meesthof, zie ik hier ook een aantal mensen van. Toen kreeg ik daarna nog even persoonlijk een aantal mooie foto's toegestuurd. Dankjewel. Hopelijk doet het niet al te veel pijn om het managen van de opname vanaf dit moment, vanaf nu en ook voor de rest van de dag over te dragen aan Enrico. En Enrico, fijn dat je dit doet en wij maken er dadelijk ook weer gewoon een gezellige dag van. En als het wel moeite kost, dan wordt het gewoon een therapeutische dag, denk ik. Want je gaat verder niet meer mee op onze route, jij blijft hier. Samen met vrienden, familie en bekenden. Maar we zijn nog niet klaar, want ook lokale culturele instellingen krijgen de aandacht en verenigingen. Stilzitten is een woord wat niet in het woordenboek van Floris Langendam voorkomt. Vanaf 2021 ben je bestuurslid van Streekmuseum De Meesthof in Sint-Annaland en wekelijks ben je hier meerdere malen actief. Je specialisaties zijn, hoe kan het ook anders, de website en de sociale media van het museum. Na jullie verhuizing naar Poortvliet heb je natuurlijk hulpvaardigheid aangeboden bij de stichting Tholen Sterk. In 2015 was deze stichting nog bekend onder de naam Tholen 650 jaar en zij organiseerde toentertijd een groot feest in 2016 ter ere van dat 650 jaar bestaan van de stad Tholen. Na 2016 bleef de stichting actief, maar dan onder de naam Tholen Sterk. En sindsdien, volgens mij, bekleed je de functie van secretaris. Fietsen is nog een andere passie. Ik noemde net al de organisatie van fietstochten bij de personeelsvereniging van Allianz. Maar ook ben je met grote regelmaat te vinden op de fietsroutes van Routebureau Zeeland, oftewel de ANWB fietsroutes. Vanaf 2020, en dat meerdere keren per jaar, worden uiteraard op de fiets, de routes door jou op de juiste bewegwijzering gecontroleerd, zodat andere fietsers onbezorgd de route kunnen volgen. Beste meneer Langenaam, Floris, wat zeggen andere mensen over jou? En ik ga citeren. Ja, ja. We hebben Floris leren kennen als iemand die met veel kennis op het gebied van IT. Hij pakt zaken gedreven op. Het verwondert ons bijna dagelijks dat hij soms nog midden in de nacht bezig is. Zijn energie lijkt onuitputtelijk. En ook Floris is een speel in ons bestuur. Hij is op vele vlakken inzetbaar. Hij is een prachtig en veelzijdig mens. Vrijwilligerswerk, ik heb het vandaag al een paar keer benoemd, dat doe je niet alleen, hè?
Dat doe je met heel veel vrijwilligers. En ook daar moeten we denk ik op een dag als vandaag aan denken. Maar ook met het thuisfront. Want als het thuisfront het niet steunt, dan ben je als actieve vrijwilliger denk ik toch een beetje vleugellam. En zij geven jou de ruimte om het werk te doen. En dan kijk ik even naar u, mevrouw Langendam. En ja, wat ik net al zei, een vrijwilliger doet het nooit alleen. Hè? Je doet het altijd samen. Geachte meneer Langendam, Floris. Geachte aanwezigen, ik ga het samenvatten. En ik ben straks, denk ik, gezien het drukke programma, niet in de gelegenheid om me allemaal de hand te schudden. En daarna denk ik dat iemand anders de regie overneemt. Ik wens u nu alvast een hele fijne dag toe, want wij piepen er vast op enig moment even stilletjes tussenuit. En vanaf dan klopt het programma wel hoor. Dus vanaf 1971 tot 2021 maar liefst 641 keer bloedplasma gedoneerd. Vanaf 1985 tot heden vrijwilliger en later ook secretaris van de personeelsvereniging van Allianz Nederland. Vanaf 2019 tot heden vrijwilliger bij Omroep Tolen. Vanaf 2021 tot heden bestuurslid bij Streekmuseum de Meesthof in Stalland. Vanaf 2015 tot 2016 vrijwilliger bij Tolen 650 jaar. En deze stichting ging dus later, zoals ik net al vertelde, over naar de stichting Tolen Sterk. En vanaf 2016 tot heden dus daarvan ook secretaris. En vanaf 2020 tot heden vrijwilliger bij Goed Bureau Zeeland. Kortom, meneer Langendam, u heeft zich al lange tijd ten bate van de samenleving ingespannen en anderen gestimuleerd. En daarom is het voor mij een eer en een genoegen om u namens onze koning mede te delen dat het Zijne Majesteit koning Willem-Alexander heeft behaagd om u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Uittrekken, want dat mag ik niet meer aan vandaag natuurlijk. Als daar de voorkeur uitgaat, dan doen we dat. Dat betekent wel dat ik het speldje waarschijnlijk even in uw borstzakje doe, want dat gaat dat, anders zit ik zo onfatsoenlijk ergens onder te friemelen, dat hoort niet, hè? Dat mag hierop. Dat is geen traasje. Prima. Controleer dadelijk het sluitingje heel goed. Dankjewel. Proficiat, hè? Dank je wel. Applaus, hè? Mevrouw Langendam, daar is mevrouw Langendam. Kom maar even, kom er maar even bij, want weet u, ik vind eigenlijk wel dat u de bloemen verdient, hoor. Dus ik ga u de bloemen verdienen. Bloemen zijn voor u. Dank je wel. Bedankt voor alle steun en ook van harte gefeliciteerd. Dank je wel. Kijk eens. Ja, dat was een verrassing, hè? Dat was een verrassing, ja. Dat mag je wel zeggen, ja. Ja. Ik heb goed mijn best gedaan. Ja. Oh jee. Even de focus op mijn drieën. Ja. Een beetje op die kant. De beetje voorzichtig, voorzichtig. Waar? De burgemeester aan deze kant. Zo. Ja. Zo, ja. Zo. Ja. Perfect. Ja. Nou, gaat allemaal wel lekker, neem ik aan. Hè? Ja, dank je. Ja? Helemaal gelukt. Helemaal gelukt. Even rond de huisfotograaf. Kijk. Een omroep. En ik zie daar nog iemand. Ja. Nog een schoonzoon van. Ah, een schoonzoon. Dan ga ik die ook eens even. De eendrachtbode. Oh, oké. Dochter, die staat ja. Daar, ik ga dadelijk even de familie feliciteren. Ja, want dat hoort er ook bij. Op de achtergrond ook. Ah, dus nou zie je ze allemaal een beetje. Kijk, ja, goed zo. Ja. Wie heeft de regie vanaf nu? Ik wil nog geen apart signaal. Ja, als ik kan. Ja.